Ja, inmiddels is het al 24 jaar geleden dat wij hier weg zijn gegaan, zeg maar. Dus dat is al een eeuwigheid, tenminste dat lijkt zo. En de mooie herinneringen waren ook een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar nu we hier zijn en zo, ja, denk ik toch wel met heel veel plezier aan terug. En fantastische tijd gaat hier. Niet zo lang, bijna 2,5 jaar, dus relatief kort, zeg maar. Maar ja, de tijd die we hier door hebben gebracht was echt geweldig en onbetaalbaar. En niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. Heb je het wel die kiaal verlaten? Nee, het moet speciaal. Het moment moet speciaal. Ik ben Christine van. Voilà. Mooi te plezier, president. Ik heb hem een met. Ja, het is wel wel mooi, het is wel wel mooi. Ah, Manuel. Dat is wel het. Je best was applaus voor Stan Vals. Je ziet hoe enthousiast ze zijn na zoveel jaar, is wel, dat geeft een heel goed gevoel. Ja, speciaal. Ik voel me wel speciaal nu een beetje, ja. Tudo bem. Oké. Muito obrigado. E te ligo nos próximos dias. Over. Oké, abraço. Ciao. Ik heb even iemand anders gekregen, volgens mij. Oh, maar zo heb ik nog dichtgestuurd. Oh, dat heb ik nog twee keer, maar dat is prima. Ja, dan stuur ik hem de hele staf, dan is ook alles stief. Nee, dat hoeft niet. Ik denk Maries en nog Marijn. En... Voor alle jongens ken ik goed, want we hebben Bijker, Almere. Oké. Okay. Hoe verder we in de Bijker komen, hoe leuker. En Helmelsporten moet even afstemmen. Ja, dat is zo weer. Ik wil wel heel veel niet voordat ik eens een ei in de mond Maar die is huren niet geval, in ieder geval. Jezus. Dus we doen even kijken morgen of dinsdag, volgens mij. Hè? Dus ja, dat loopt er maar even. Ja, dat doe ik even niks aan. VVV Venlo heeft nagenoeg het kleinste budget van de Eredivisie. Wij praten dit jaar bijvoorbeeld over een budget van 2,6 miljoen. En dat is meer dan vorig jaar. Vorig jaar was het nog minder. De terugkomst van Stan Valks was dus niet vanzelfsprekend. Maar aan het begin dacht men, nou, dat is niet haalbaar. En ik wist dat het wel haalbaar was. Want de gesprekken die we daarover gehad hebben, die waren al vrij duidelijk. Dat hij niet alleen voor het geld kwam, maar ook om de club. Omdat hij er zelf zoveel plezier in had. En plezier in had gehad in die club. Want juist ook door deze club in die tijd is hij ook groot geworden. Dat is nou typisch Stan, dat vergeet hij niet. Dat brengt hij wat voor terug. Niet alleen voor de club, maar ook voor de regio. En dat soort mensen, dat is heel dun gezaaid. En daar heb ik wel weer heel veel respect voor die mensen. In 2016 benadert Marco Bogers Stan Valks voor een nieuwe rol bij de Venlose Club. Maar omdat VVV toen financieel bijzonder lastig had, konden wij weinig bieden, konden we weinig doen. Hadden we ook weinig middelen om onze selectie te versterken. Maar hebben Stan toch bereid gevonden om in ieder geval te kijken of hij een rol kon spelen in het aan- en verkopen van spelers. Ja, dat spel dat beheerst hij uitmuntend en daar plukken wij enorm de vruchten van. En dat zie je ook terug in de resultaten van de afgelopen jaren. Voorzitter is goed. Koppel ook, die moet er alsnog in. Ja, die gaat erin. Van heel dichtbij krijgt Opoku opeens. Klopt. En die schiet hem erin, dat is 3-0. Het aanbod van spelers uit alle windstreken van de wereld echt gigantisch. Dus via allerlei kanalen worden spelers aangeboden en die komen allemaal bij mij terecht. Die zet ik dan allemaal op een lijst. Hier heb je bijvoorbeeld een lijst van centrale verdedigers die de afgelopen periode zijn aangeboden. Hier zijn er zo'n beetje 100, alleen als centrale verdedigers. Hier spitsen, linksbuiten, rechtsbuiten.
Ja, ik heb wel een goed geheugen, denk ik, maar je kunt natuurlijk niet alles onthouden. Dus nee, maar ik ben daar bijna niet iedere dag, maar bijna wel dagelijks mee bezig. Nu is het dan net na 1 september, dus de transfermarkt is nu gesloten tot begin januari, zeg maar. Maar in principe ga ik nu alweer voor kijken voor het seizoen 19-20. Ja, dat zal toch niet? Dat zal toch niet? Dat is onvoorstelbaar! Wij hebben best wel het nodige te bieden aan spelers. Hè. Voor spelers die zijn carrière niet in het slop zit, maar die iets anders zoeken. Bijvoorbeeld nu met Mlappa, die was een beetje op het tweede plan geraakt bij Dynamo Dresden. Dus die was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat aan een witslet? Maar dat is een Führerschein of niet? Ah, dat was waar weg. Ik dacht, du hast gesagt, ich habe keine, du hast drei Autos. Deswegen, ach so, nein, da hab ich, war weg. Hab ich, aber weswegen? Ich bin zu schnell gefahren. Ich musste Geldstrafe, Punkte und Führerschein abgeben. Scheiße, nicht in Gefängnis? Ja. Dazu bekommt man auch ein schönes Foto. Vanaf januari 2017 vervult hij de rol van manager voetbal bij VVV Venlo. Du hast nog contact met de arts van de nationalmannschaft? Ja, het probleem is, die zeggen immer, ja, du musst kommen. En we willen dat zien. Die verletzung willen we zien en zo. De aankoop van dure spelers is voor de Venlose club niet weggelegd. Het is dus kunst om pareltjes te vinden. Met zijn ervaring en netwerk is Valks goud waard. We hebben altijd gekeken van, hey, op welke wijze zouden we die speler wel kunnen overtuigen om naar VVV te komen. En Stan heeft die gave, moet ik ook zeggen, samen met de trainer, met Marie Stijn, om die spelers dan toch te interesseren voor een avontuur bij VVV. Bekijk nu maar onze doelman, Lars Oenerstal. En dat bedoel ik met creatief zijn. Hij is vertrokken naar PSV. PSV heeft hem vervolgens weer verhuurd in VVV. En dat onze grootste aanwinst is geweest van dit seizoen. En Oenerstal met de goede reflex op tijd gegeven. Labiat. En weer wint Oenerstal. Oenerstal en van dichtbij. Ziyech en Oenerstal. Dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Dat je vanaf maart, terwijl niemand daar iets vanaf weet, mee bezig bent. Het bleek schier onmogelijk om die nog een jaar langer in Venlo te houden. En het is ons toch gelukt. Stan Valks is opgegroeid in het pittoreske dorpje Arsen in Noord-Limburg. Het gezin Valks bestaat uit 5 jongens en een meisje. Stan is geboren als Stans, maar iedereen noemt hem Stan. Stans is op zeer jonge leeftijd al beginnen te voetballen. Met 2, 3, 4 jaar moest hij altijd een bal hebben. En hij voetbalde altijd in de jeugdelftallen. We waren nog een keer bij familie op bezoek. Toen waren we een beetje aan het spelen met de bal bij een paar anderen. En toen ging die mij voorbij. Toen haakte hij een kapotje. Toen brak hij zijn jeukbeen. Maar dat gebeurde zaterdags. En de week erop zaterdags. Hij moest en zou mee voetballen. Tegen EWC moesten we toen voetballen. En toen wonnen ze ook nog met 2-0. En hij voetbalde met een metello. Geweldig. Hij was klein van stuk en fysiek geen topper. Maar Stan was een enorme doorzetter. Ik kom uit Arsen naar Venlo, is 10, 12 kilometer. Ik was helemaal gek van voetballen. Ik ging, als jonge jongen ging ik ook naar de wedstrijden van VVV kijken. Dan ging ik daar een reclameboord. Ik weet dat nog heel goed. Dus ik was wel helemaal voetbalgek. En ja, ik was ook wel ambitieus. Ik wilde ook wel heel ver komen. Dus. Sef Vergozen kent Stan Valks al vanaf het jeugdplan bij VVV. Wat moeten we met Stan? En ik weet dat een aantal stemmen zeiden stoppen. Maar ik was in elk geval één van een aantal die zeiden doorgaan. Want A, zei ik altijd, Stan kan op 9 plaatsen spelen. Je kunt hem ook in de goal zetten. Trainen maar 3 maanden en hij is gewoon een hele goede keeper. Het is een geweldige liefhebber en hij wordt elk jaar iets beter. Dus doorgaan. Rutten. Stan Valks is ambitieus, snel, kopsterk en heeft een goede trap. Hij is een teamplayer en bovenal levensgenieter. Valks, mooie beweging. Nu inschuiven. En een goal. Een goal van Stan Valks. Na heel fraai werk van hem met een goede 1-2. Kranten rondbrengen en niet naar school gaan en wel naar school gaan. En zoals het eruit kwam.
Hij leefde zoals hij dacht dat hij moest leven. Dat doet hij nu nog. Dat vind ik altijd de kwaliteit van Stam. En dat komt altijd weer bovendrijven. Door het karakter en de mentaliteit van die vent even. Van Berg heen gehouden. Hoog. Ja. Doelpunt en een keurige. Het doelpunt van Valks en een fout. Ik herinner me nog het moment dat we thuis in Huize Valks met Stan en zijn ouders waren aan het praten over een contract. Dat vond hij echt wel geweldig. Maar toen we zeiden dat we op 1 juli zouden gaan trainen, zeiden ja, dan kom ik niet, want dan, ik heb afgesproken met mijn vrienden om op vakantie te gaan. Zo was Stan dan ook. En toen hebben zijn ouders heel hard moeten praten en zijn vrienden tegen hem moeten zeggen, Stan, doe dat normaal, want die kans krijg je niet meer. Dus zo is Stan in de tweede elftal terechtgekomen en heeft heel snel de overstap gemaakt naar de eerste. In 1988 vertrekt Valks naar PSV. Dan echt de aanloop van Valks tegen Van der Gouw. Het is raak, het is 1-0 voor PSV. Het was een man met het hart op de juiste plaats, die er altijd voor ging. Geweldige inzet en laat ik het zo zeggen, een geweldige man in de groep. Senden wijst, komt niet, Nielis. Senden, begrijpt dat Senden wilde. Valks dan, en ja, dan als de schouders zo... Ja, een heel goede bekende. Tussen 1994 en 2000 eigenlijk. Ja, voor mij een beetje een tweede vader, laat me zeggen. Altijd een heel goede band gehad. Ook toen we speelden, waren echt twee vrienden in plaats van twee collega's eigenlijk. En ja, altijd alles tegen elkaar kunnen zeggen. En heel apart persoon, schitterend mens. En ja, ik kan er alleen maar positief over staan. Popescu. Die is niet af te stoppen. Valks met een pegel en 3-0. En dat is dan helemaal de beslissing. Nu, we zijn hier blijven buiten. Hoe zeg je? Godverdien. Dat hotel dat lag aan zo'n jachthaven daar. Ja, ja. Zo in een mooie baai hoor. Ja. Dat is goed hè, dat is wel mooi gaat. Nou, sterkste elftal is bij ons heel lastig aan te geven, want dan is die fit, dan is die niet fit. En we hebben normaal 18, 19 man. En vandaag hoor ik net 11 afmeldingen, dus we hebben een paar gastspelers. Maar wij spelen wel altijd om te winnen. Sinds jaar en dag speelt Stan bij het derde elftal van Arsen. Zelfs als hij 's nachts om 5 uur thuis is gekomen na het stappen, is hij 's morgens als eerste op het veld. Kom op, Adrien! Het was zondag in het zuiden, niks aan de hand. Er water gebeurde, het kameertje pas in de kraan. Vader Jo komt nog steeds elke wedstrijd kijken naar zijn zoons. Mijn vrouw is overleden, al 13 jaar geleden. Ik heb dus een vriendin, maar die houdt helemaal niet van voetballen. En dan moet ik het soms goed overleggen of ik nog een wedstrijd kan volgen. Maar vandaag is ze fietsen, dus vandaag kan ik de hele dag weer op voetbaltrein staan. Die bal u! Ja, Stan nodig ik mij een keer uit om mee te komen doen. En ja, zo ben ik daarmee ingerold. Dat was een heel leuke groep ook, die spelers samen bij Arsen en nog anderen. En dat was eigenlijk een heel gezellige bende waarin ik me gelijk goed thuis voelde. En de regen nu, het gevecht met de zon. De regen, de kwalen, schreef zijn verhaal op de raam. Hij heeft geen kapsones, hij komt gewoon lekker voetballen. Ik vind hem niet veranderd. Hij heeft wel een heel ander leven gehad als dat wij hebben gehad uiteraard. Maar als hij hier is, is hij gewoon Stan zoals ik hem vroeger ken. Geert Brands kent Stan al 47 jaar. Stan had een bloedhekel aan scheenbeschermers. Hij deed er alles aan om deze niet te dragen. Dan had hij weer geen scheenbeschermers. Dan werd er tegen zo'n scheids gezegd, je moet toch scheenbeschermers om doen. En dan,
Ja, dan werden er een aantal veldjes uit de kantine gehaald en daar werd iedereen gestopt. En dan kwam hij weer het veld op en had hij zo gezegd, ik heb ze om, hè. Ja, goed, en dus gingen hem weer controleren of er wat anders had. Dus toen, ja, dan mocht hij weer gewoon spelen, hè. Dus, ja. Hoe ging het? Nou, het is altijd hoog tempo, tenminste in mijn gevoel. Met dat veel meters maken, maar het is een sportieve wedstrijd. Goede tegenstander, speelt ook een klas hoger dan ons. Dus nee, dit is een typische zondagochtendwedstrijd. De wedstrijd eindigt in 3-3 gelijkspel. Had we hier in gezeten. Zo was iedere week. Na afloop vloeit het bier uit de lokale brouwerij rijkelijk. Tutto concentrato e competitivo. Ma se metto fuori Ruben in finale, lo giocatore tu Zinkwils, tu Wolfgang. Dit zijn allemaal momenten van één speler gedurende een hele wedstrijd, zeg maar. Dus dat duurt ongeveer 11 minuten duurt dit. En dat zijn alleen de momenten waarbij deze speler aan de bal is of in beeld is. Vaak is dat makkelijk om een eerste indruk te krijgen wat voor type speler het is, om alleen naar de highlights te kijken van een wedstrijd of gewoon de highlights algemene zin. Dan weet je vaak wel wat voor type speler het is. En dan kan je wel concluderen of het interessant is om daar meer tijd en energie in te steken. Om een eerste indicatie van een speler te krijgen, bekijkt hij dagelijks tientallen wedstrijdfragmenten. Ik ben even de speler aan het checken die we al een paar keer bekeken hebben. En, nou, normaal heeft iedereen kasten in de woonkamer, maar wij hebben geen kast in de woonkamer. Dus het is de slaapkamer van onze zoon, dus we gebruiken zijn kast. Terwijl we teruglopen naar de huiskamer, ontdekken we een bijzondere foto op de kast. Deze hier in de midden. Dit is het centrum van Arsen in 1994. Toen speelde ik met Nederlands elftal WK in de Verenigde Staten. Nederland verliest in de kwartfinale met 2-3 van Brazilië. Ja, normaal word je gehuldigd als je eerste wordt of tweede of zo. Maar ja, we hebben de kwartfinale gehaald tegen Brazilië. Hartstikke mooie, spannende wedstrijd was dat. Maar ja, dan word je denk ik niet zo snel ergens gehuldigd. Maar in Arsen, ja, daar zoeken ze altijd wel een reden om iets te vieren. En daar waren ze hierin ook heel goed geslaagd. De afgelopen maanden zijn er best veel spelers uit Portugal aangeboden. Een aantal jongens uit de tweede elftal van Sporting Lissabon, een aantal jongens tweede elftal van Benfica. Ook enkele jongens die gewoon in de Super League spelen, dus in de Portugese Eredivisie. En daar zitten zeker interessante spelers bij. Het aanbod uit grote landen, Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, van de topclubs is echt gigantisch. Ja, dat lijkt wel of het ieder jaar groter wordt. Dus, maar Portugal is, ja, ik moet zeggen, ik heb zelf in Portugal gespeeld. Men speelt daar om te winnen. De mentaliteit is bijna altijd goed. Dus, en daarnaast, ja, denk ik dat Portugal Nederland voorbij gestreefd is. Dus ik denk dat Portugal ook in als opleidingsland, ja, heel goed werk doet.
22 augustus 2018. De deadline nadert. De sluiting van de transfermarkt is al over enkele dagen. Algemeen directeur Marco Bogers en manager voetbal Stan Valks aanzen nog op een goede deal. Ja, dat is ook niet zomaar basisspullen bij ons, hè? Nee. Ook niet zulke, dat vraag ik even. Ja. Jordi? Nee, niks aan de hand. Oké. Wij willen eigenlijk, en wij is dan Maurice, Stijn en ik, willen eigenlijk in gesprek gaan met Patrick om te vertellen wat wij van hem verwachten, wat wij hem te bieden hebben en dat soort dingen. En daarvoor bel ik jou. Valks heeft aanvaller Patrick Joosten, nu nog in dienst bij FC Utrecht, in het vizier. Wij moeten het samen eens zijn over een speler, want anders werkt het voor ons niet. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat wij niet op papier zetten, waarvan we niet zeggen nou, dat is een keiharde afspraak. Maar dat is iets wat ook gegroeid is de laatste jaren. Als ik niet enthousiast ben, doen we het niet. En als Stan niet enthousiast bent, doen we het ook niet. En dat, dat is op een hele natuurlijke manier, heeft dat zich zo gevormd. Enkele dagen later wordt er een gesprek gepland op een geheime locatie in de buurt. En jongens met goede karakters, dat is voor ons ook wel heel belangrijk. Die worden af en toe ook in de maling genomen. Dat is een voorbeeld van Lennart. Door de spelers misschien wel een leuk voorbeeld vorige week. Onderhandelen is een spel. Een spel dat Stan Valks als geen ander beheerst. Zingen. Zo zong hij zo van Lennart T is scoring goals voor VVV. Maar toen stond hij nog op nul. Dus ja, dat soort humor hebben die gasten wel. Binnen bepaalde budgetten werken, dat is ook iets wat je met het bestuur afspreekt. Je weet wat je krijgt. In die bandbreedte werken we al 4 jaar, al bijna 5 jaar. En daarin is het vooral heel belangrijk dat we zoeken naar de juiste karakters. Maar ook bijvoorbeeld karakters die bij de club passen, maar die ook bij ons passen. En ja, dan heb je het over hard werken, structuur brengen. In dat geval is Stan de architect die zorgt dat alle poppetjes op de juiste plek komen. Maurice heeft een naam dat hij spelers beter maken kan. Dat heeft hij bij Den Haag bewezen, dat heeft hij ook bij VVV bewezen. Na enkele dagen onderhandelen bereikt VVV Venlo overeenstemming. Joosten komt op huurbasis naar Venlo. Dan maken we ook even een boetefoto. Ja? Ja, dat is prima. Op 30 augustus wordt het contract getekend. Patrick, welkom bij onze club. Welkom. Yes, dankjewel. We gaan er een mooi jaar van maken. Het lijkt een schot in de roos. In de eerste thuiswedstrijd scoort Patrick Joosten meteen raak. Joosten. Ja, als VVV wat wil, zal het zo moeten. En dat lukt ook nog. Patrick Joosten 1-1 uit het niets. Uit het niets. Het zat er helemaal niet in, maar hij is er toch. The many people go to the beaches. We verlaten de stad en rijden het binnenland in. Ver afgelegen in de bergen van Athene bevindt zich het trainingscomplex van Panathinaikos. Is het this training center so isolated? Ja, isolated. Ja? Yeah? With the players also still. But they live here. Yeah. Some young boys. We need to climb in a tree maybe. Vandaag wordt de finale gespeeld tussen Panathinaikos en PAOK onder de 20. Maar de winnaar is toch? Do you know Maki Sapatinas? War from many years ago. Greek agent? Yeah, many years ago. He's still the operator? Yeah. Nu op deze wedstrijd leid ik eigenlijk op één speler speciaal. Een linksback en die zijn dun gezaaid. Deze jongen is niet kan en klaar voor de Eredivisie. Maar misschien in de toekomst of misschien voor de breedte. De Grieken kunnen heet gebakerd zijn.
Het incident met de PAOK-president die met een pistool op zak verhaal ging halen, ligt nog vers in het geheugen. Nou, dit is het trainingscentrum van Panathinaikos en dit is een hele belangrijke wedstrijd. En ja, voetbal is toch wel heilig hier in Griekenland, in Athene, met al die emoties. Dus dat zag je net meteen ook al in het begin. Dus ja, daar hou ik wel van die emoties en strijd. En er staat iets op het spel. Long time ago, we played with PSV against Panathinaikos in the Champions League. 2005-06, I think. Hi, Keith. Good to see you. Good to see you. You didn't see. Eh? Hi, guys. In de middag staan een aantal gesprekken met zaakwaarnemers gepland. We need to talk also about the financial conditions. Always very important issue, of course. And you know, we are not the most rich club, but well, with his skills, with his talent, I expect him to play. And well, let's see what we'll if we can find an agreement in the coming days. Als we in de Jupiler League spelen of Eerste Divisie, dan, ja, dan ga ik echt niet in Athene scouten. Maar nu in de Eredivisie, dan, ja, dan kom je bij dit soort spelers terecht. En dan, ja, dan maak je omwegen en dan kom je op dit soort plekken terecht. In de avond vertrekken we naar het stadion van Olympiakos om een speler te bekijken. Speler die we al een aantal keren bekeken heb, nog niet live. Een Portugese speler, of Braziliaanse speler met een Portugees paspoort. Interessant speler voor ons. Hele goede voetballer, kan als aanvallende middenvelder en aan de zijkanten spelen. Scoort er regelmatig een doelpunt. Snel, behendig, dus voor ons een interessante speler. Ik heb de afgelopen weken al met zijn management contact gehad. Dit is een type speler wat we eigenlijk zoeken en... ja, wat ik denk dat we wat we ook kunnen betalen. Dus het gaat niet alleen om het sportieve, het gaat ook om het financiële. En ja, dit is een van de kandidaten voor ons voor, ja, voor het nieuwe seizoen. En dan, in alle drukte, loopt hij bij toeval een oude bekende tegen het lijf. Carlos Queiroz, oud-bondscoach van Portugal. Ja, dat is prettig. Maar ze volgt dat ik hier Polka volgt te praten. Van Portugal. Even ten ene minst, Namorada. Dat is heel toevallig. Ik had hem eigenlijk helemaal niet herkend. Hij was mijn trainer bij Sporting Lissabon. En ja, hij is daarna trainer van nationale elftal geworden van Portugal. Dus hij heeft een hele mooie carrière. En ik heb hem echt... ik denk sinds 91, 92 niet meer gezien. Dus dat is, ja, dat is heel, heel leuk en grappig, ja. Bon, hij is een bon peert, oké. Deus. Ah, deze is de Portugal. Na, in Portugal provaal, ja, hè. Voor soort, hè. Oké, okay, obrigado. Ja, er is natuurlijk al van alles aan vooraf gegaan voordat ik uiteindelijk besluit om in het vliegtuig te stappen en de wedstrijd en de speler, zeg maar, live te gaan bekijken. Dus ja, dat is eigenlijk een voortraject dat de speler wordt aangeboden. Er worden heel veel aangeboden, maar dan filter ik die in eerste instantie en de interessante spelers op basis van de cv. En zo ga ik dan allemaal bekijken en dan weet ik wat voor type spelers het zijn. En dan uiteindelijk komen er voor iedere positie die we zoeken, komen er 4, 5, 6 kandidaten uit, zeg maar. Het is een speler die kan als aanvallende middenvelder aan de zijkanten spelen. Dus hij is snel, behendig, wendbaar, doelgericht. Doelpunt kan hij maken, assist. Werkt hard, is een Braziliaan met een Portugees paspoort. Dus ja, komt uit de opleiding van Sporting Lissabon. Dus ja, dat is een hele goede opleiding. Dus daar leren ze ook hard werken.
Nederlandse competitie is denk ik voor veel spelers aantrekkelijk. Voor jonge spelers, voor aanvallers, voor spitsen is het zelfs een paradijs, denk ik. Dus ja, maar als ze alleen aan het geld denken, dan komen ze niet naar VVV. Dus ze moeten minstens 1 jaar ook financieel in zichzelf investeren. En als ze dan met ons de kleine stapjes voorwaarts zetten die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt, dan kunnen die jongens vanuit VVV ook weer een stap maken. De rol van Stan Valks in het huidige team van VVV is groot. Toch blijft hij daar bescheiden over. Ik vind dat hij architect is van de club. Hij zoekt de posities op waar hij het denkt, met die bescheiden middelen. Dat er daar mensen komen, dat helemaal uitgekiend is, dat het allerlaatste is. Dat hij voor die centen nog naar verder toe komen. Bij VVV kun je niet rijk worden. Je kunt mooie tijd hebben, veel plezier hebben, succesvol zijn. Maar rijk worden, dat zal niet lukken, nee. Om de technische staf te versterken, haalt Stan in mei 2018 zijn oude vriend Luc Niels als spitsentrainer naar Venlo. En als je ziet met welke mensen dat hij allemaal contacten heeft, uniek, schitterend. En het is ook fantastisch om dat te horen, maar hij zelf wil dat niet eigenlijk. Hij is daar ook wat dat betreft, wil graag hard werken, maar het liefst op de achtergrond. En af en toe verdient hij toch eens af en toe dus een pluimpje te geven. Want ik moet eerlijk zeggen, als we hem niet gehad hadden, dan had ik toch mijn grote angst of we nou hier wel nog gespeeld hadden. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. Niet alleen de contacten, ook het beschikbare budget is bepalend voor de aankoop van goede spelers. En dat budget is bij VVV Venlo niet echt hoog. Stan heeft daar nooit moeite mee gehad. Want dan had hij niet bij VVV gezeten. Dat wist hij en dat weet hij ook. En ja, hij zegt mij wel vaker van wat zit er in de oorlogskast? En daar zeg ik meestal niet zo heel veel. Over oorlog gesproken, Stan Valks is een vechter. In de goede zin des woord. Een man met karakter. Spijkerhard, ook voor zichzelf, en met een hoge pijngrens. Ja, Stan is een enorm doorzettingsvermogen, een enorme pijngrens, want hij blessures, daar raakt hij helemaal niet van onder indruk. Zo heeft hij in Lissabon gespeeld met een gebroken kaak en toen haalde Rob zijn man van het veld, maar dat wilde hij niet, ik blijf die wedstrijd doorvoetballen. Dus hij heeft de hele wedstrijd gespeeld met een gebroken kaak en hij was een enorme doorzetter, vandaar dat hij het ook zo ver geschopt heeft. Hè. Stan was een beest natuurlijk, hè. Werken, drinken en laat thuiskomen, maar 's morgens weer op tijd daar zijn waar ik moest zijn op de plek. En dan ook weer presteren. Ik kan veel hebben. Ik weet niet eens over de lang erbij neergelegd hebben als je zo'n leven had. En zeggen dat kun je niet van volgen. Maar op en neer reizen van daar naartoe en daar naartoe. En dan is onvoorstelbaar, schitterend. En daar kan VVV blij mee zijn. Ik ook, hoor. Die wilskracht had hij al in zijn jeugd bij VVV. Toen hij bij VVV voetbalde, werd hij altijd vrijdagavond gebeld door Wiel Thewe. Of hij thuis was, hè? Want die moesten om 11 uur moesten die thuis zijn. Die moesten op tijd naar bed. En zo gauw was hij gebeld had om 11 uur, dan pakte Stan zijn spullen. En dan ging hij met zijn kameraden, dan ging hij stappen. Dat is. Wij staan in de eerste divisie op kop en het wordt winter. En Jan Reken als trainer gaat naar de wintersport, vraagt mij of ik meega. Toen we er aankwamen was Stan er ook. Stan had nog nooit op skis gestaan en ging dat de derde dag de zwarte piste af. Maar we stonden op kop in de eerste divisie. En ik had al van Gerven Rosmalen de aanvoerder begrepen, trainer, het zal toch niet zo zijn dat mensen op wintersport gaan, want dadelijk gebeurt er iets en dan gaat dus alles fout. En de vrienden hadden het plan opgevat om als ze hier zouden aankomen zaterdagmiddag naar onze verzorger Ton van Veghel te gaan. Om Stan in het gips te zetten en s'avonds met de gipsvoet naar de bruiloft van Mario van Leijsdonk te gaan. Dus Stan kwam s'avonds op de bruiloft op krukken met een gipsvoet de bruiloftzaal binnen. Ja, Ger wist natuurlijk niet wat hij kijken moest, was hartstikke kwaad. Maar gedurende de avond had Stan wat pilsjes op en dan stond hij met de krukken in de hand boven op de tafel met de gipspoot te dansen. Dus Ger werd nog kwaaier en die heeft zijn vrouw onder de arm genomen, heeft zijn jas aangetrokken en is naar huis gegaan. Toen hebben ze Stan de gips van zijn voet gehaald en dan was hij dus echt weer de oude Stan Valks. Dat was ook Stan. Dat smaakt naar meer, moeten ze bij VVV gedacht hebben.
Dus tijdens een nachtelijk avontuurtje worden de skis opnieuw ondergebonden in de koel. En waar kun je die mooie trap nou nog meer voor gebruiken? Juist, voor een levensgevaarlijke afdaling genomen door, inderdaad, Stan Valks. In die tijd was het niet zo moeilijk om mij op te naaien, zeg maar, zoals we dat hier zeggen. Dus ja, toen ben ik met de skis dus naar beneden gegaan, ja. Ik was in het begin overtuigd dat er niks aan de hand was, maar ik was bijna beneden. En toen ging ik recht op dat toilethuisje wat het toen was af. En toen met wat capriolen uithalen kon ik dat net ontwijken. En toen was deze tribune ook nog niet overdekt. En toen kwam ik daar achter de trappen bij de goal terecht. En toen klapperde ik zo naar beneden. En toen kwam ik achter de goal tot stilstand. En toen was een van die twee skis in ieder geval gebroken. En ja, iedereen dacht dat ik ook wel van alles zou mankeren. Maar gelukkig was er niks aan de hand. Maar ja, dat was een doldrieste actie, denk ik. Een beetje gekke werk, ja. Wat ik in die tijd wel eens vaker deed. Dat was vroeger andersom. Het gaat wel. Nee, maar het gaat ook om de voor- en na de wedstrijd, ja. De gezelligheid. Hè. Ja. Jan Bouters kent Stan Valks al vanaf het begin jaren 80, toen hij bij Ajax speelde. In een besneeuwde koel werd de fameuze historische wedstrijd tegen Ajax gespeeld. Vrijheid voor Reiniers aan de rechterkant. Na het goede werk van Ringels, Reiniers nog steeds. Van Rosmalen, redding Menzo, Valks. Het is 1-0. Een historische wedstrijd dat VVV met 3-0 won van Ajax als tegenstander. Dus we hebben hier gespeeld. Vanuit die tijd ken ik hem, zeg maar, vanuit voetballen. Ik heb met Stan bij PSV gespeeld in Nederland zelf al. Dus wij kennen elkaar denk ik al een jaar of 30, 35. Toen wij bij PSV samen speelden. En we reden terug naar huis en Luc Nielens was daar ook toen nog bij. Ja, toen bleven we altijd in Valkenswaard hangen om de wedstrijd na te bespreken onder het biertje. Stan was wel een levensgenieter, maar ja, dat waren Luc en ik ook. Dus. Zo'n speler als jij vroeger was, dat kunnen wij niet gebruiken. Ja, of als speler. Met carnaval, we waren buren. Met carnaval dan waren we zondagavond op stap geweest. En dan gingen die maandagsmorgens met VVV moesten die trainen. Toen speelden die wel vijfde plaats Eredivisie, hè? Dan gingen die gewoon verkleed trainen. Hè? Daar waren ze er wel allemaal, die mannen. Hè? Dan sloeg hij op mijn raam van ik ga trainen om 9:30 en dan lag ik nog in coma. En dan kwam hij op de raam slaan zo van ik ga trainen tot vanmiddag. Ja, dat is toch geweldig sowieso, niet? Dat is toch prachtig? Je merkte dat ook aan hem op de training, want na twee rondjes inlopen, ja, dan stond hij naast het veld over te geven. En dan sloot hij aan en voor de rest van de training merkte hij dus gewoon niks aan hem. Dat was ook staan, dus wel vieren, maar er wel ook staan als het moest. Een oermens, een bourgondier en een oermens, heb ik altijd gezegd. Stan Valks leefde op het randje en was een levensgenieter puur sang. De eerste 40 biertjes gaan er bij mij nog steeds uitstekend in. En die gezellige sfeer buiten het veld komt de prestatie op het veld ten goede, aldus Valks. Dat motto neemt hij nog elke dag serieus. Waar zijn die voor? Die kunnen open flessen, hè? In huize Valks fungeert de keuken vooral als decoratie. Eten met zijn vrouw Sylvia doen ze meestal buitenshuis in een gezellig restaurantje in Valkenswaard. Bijvoorbeeld bij de Portugees. Ja, voor hier is echt kataplaan. De tafel is te klein voor twee kataplana. Oh, heerlijk. Dankjewel. Zou het in Portugal zijn? Hè? De overstap in 1992 van PSV naar Sporting Lissabon was een cultuuromslag. De Limburger wil graag beslagen ten ijs komen in Portugal. Ik wilde me goed voorbereiden. Ik had ook al een aantal lessen genomen voordat ik naar Lissabon ging gaan. Ik had toen les van een Braziliaanse lerares waar Romário Nederlands van leerde. Dus ja, ik denk, mij foppen ze niet. Ik had dvd'tjes in de auto, deed wat boeken lezen. Dus ik had daar echt 2 maanden veel tijd in besteed. Ik denk, nou, ik kan meteen met iedereen praten en mij foppen ze niet. Dus ja, ik kom de eerste dag in Lissabon aan en ik verstond echt helemaal niks.
Ik verstond echt helemaal niks wat ze zeiden. Ik dacht, volgens mij heb ik de verkeerde taal geleerd. En echt waar hoor. Hij had Braziliaans in plaats van Portugees geleerd. Daar blijkt toch enig verschil in te zitten. Maar het weerhoudt hem er niet van om de stad onveilig te maken. Benfiquista. Ah, weet je sowieso gewoon tegen? Toen is Portugees, Benfiquista. Sempre com visão aqui. Loop. Sempre com amizade. Sim. Bons amigos, mas uma grande rivalidade. Como deve ser. Nou, dit was vroeger het stamcafé, zeg maar. En we waren toch ook best wel een aardige groep Nederlanders hier. Dus wij verzamelen ons vaak donderdagavond hier. En ja, dat was het altijd gezellig. En ging vaak tot in de late uurtjes door. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat, ik cd's vanuit Nederland meenam. Nederlandstalige muziek. En dan werd hier af en toe ook gewoon Nederlandstalige muziek gedraaid. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat zelfs de Portugezen die er echt niks van konden verstaan, die probeerden mee te zingen en zo. En ik kan me herinneren dat we ook wel eens af en toe Roanesse hier hadden. Dus dat was wel, we hebben hier hele mooie uurtjes doorgebracht met z'n allen. Nou, dit is zo'n beetje het centrum van Cascais. Hier hebben we vlakbij 2,5 jaar gewoond. Een geweldige tijd gehad. Dus je ziet ook dat het is nu eind september. Het is nog hartstikke mooi weer. En hier weet men wel hoe men het goede leven moet vieren. Ik ben even een dolletje aan het maken, ik ben een foto aan het maken. Hier zijn ze aan het volleyballen, normaal wordt hier gevoed voor je. Maar die daar staat de volley, die lijkt een beetje op onze fysio, Rinus Lauwers. Dus ik stuur hem denk ik later die beelden eventjes. Dit is een jonge Rinus Lauwers volgens mij. Dus kijk wat hij er zelf van vindt. Fabrica. Estamos no ao vivo no estádio José Alvalade, na Porta 10A, e temos ao nosso lado Stan Volec. Stan é um player fantástico de Sporting. Senhoras e senhores, com a ajuda do Paulinho, Stan Volec. Ondanks zijn Bourgondische instelling gaat hij problemen nooit uit de weg. Zoals die keer bij Sporting Lissabon met de president, de voorzitter van de club. Nou, ik heb hier 2,5 jaar gespeeld. Ik heb na het eerste jaar een kleine discussie gehad met de voorzitter toen. Er waren wat akkefietjes waardoor de spelers zich niet op het voetbal konden richten. Stan kaart dat aan bij de president. Maar dat viel niet goed en prompt werd hij ontslagen. Toen waren de fans weer niet blij. Ze hebben de fans hier voor protesten gezorgd en ze wilden eisen dat de president mij terughaalde naar Sporting. En dat heeft hij toen na 2-3 dagen heeft hij mij gebeld en toen zei hij van Stan, kun je alsjeblieft terugkomen naar Lissabon om de zaak uit te spreken. En toen heb ik het eerste vliegtuig gepakt. Dan hebben we hier alles doorgesproken en toen leefden we nog lang en gelukkig samen. Misschien is dit wel de reden dat Stan 24 jaar later nog steeds op straat herkend wordt. Ik ben denk ik wel iemand die van het goede leven geniet, zoals wij in Limburg gewend zijn. Maar dat deden we hier ook zeker. Als de trainingen klaar waren of er waren geen wedstrijden of vrije weekenden. Ja, dan gingen we toch ook wel heel veel uit eten en zo. En soms was het zelfs zo dat we in een restaurant gingen lunchen en dan was het zo gezellig en dan nog een drankje en nog een koffie en tot op de avond alweer begonnen en dan hebben we ook regelmatig in hetzelfde restaurant gedineerd. Dus dan brachten we gewoon de klok ronddoor in hetzelfde restaurant. Dat zijn wel hele mooie herinneringen. Zijn vader omschrijft hem als Pietje Bel. Ja, maar Pietje Bel die kent bijna niemand meer van de jonge generatie. Hè? Maar wij zijn wel van de Pietje Bel generatie. Dus ik was misschien niet de meest serieuze prof. Maar
ik haal denk ik wel het maximale uit mijn carrière. En ja, ik had misschien iets te veel energie vroeger. Ik leefde er een beetje op los. Ik raasde misschien een beetje door het leven. Maar ja, daarnaast denk ik dat de prestaties op het veld daar zelden onder geleden hebben. Dus ik denk dat mijn vader dat bedoelde. Als ik hem dan nu bel, bijvoorbeeld 's avonds, als het gaat om spelers en er zijn ontwikkelingen, dan weet ik dat ik bel als hij ergens in dineren is met zijn vrouw. En is mijn eerste vraag ook altijd, dan kan ik even storen? En dan hoor ik al het glas wijn en dan is hij gezellig in het eten. En dat begon dus, ja, dat hoort denk ik wel bij Stan. En op de juiste manier, want ik denk dat hij vroeger veel meer Bourgondier was als nu. Maar ik vind hem toch echt wel een Bourgondisch architect van VVV in de goede zin des woords. En dat is denk ik Stan Valks. Ga naar foxsports.nl/doc.